Hallo allemaal, welkom bij mijn Wizard. En vandaag gaan we weer verder met Pokémon boxes openmaken. En vandaag gaan we dus die van Darkrai openmaken. Dus ik heb daar super veel zin in. Ik ben erg benieuwd. Het zal waarschijnlijk weer hetzelfde een beetje inzitten als met die van Mewtwo. Maar we gaan hem gewoon lekker openen. Is natuurlijk weer in het Italiaanse hele hoop. Maar we gaan hem gewoon lekker openen. Dus laten we gaan kijken. Let's go. Goed, hier hebben we dus de doos. Laten we hem even gaan openknippen een beetje. Kijken wat we... een beetje makkelijk open kunnen krijgen. Oké, dat is de Darkrai doos. Laten we deze even aan de kant. Hier hebben we natuurlijk weer dat boekje en zo. Wat allemaal Pokémon informatie en zo heeft. Maar het staat allemaal in het Italiaans. Dus ik versta er helemaal niks van. Goed, en als we de doos weer eens openmaken hier. Dan krijgen we weer een beetje hetzelfde hierin. Hier een boekje met arkjes en zo erin. Oké. Staat hier dan allemaal in? Ja, ook weer een beetje hetzelfde met al de Pokémon informatie en zo. Dit is natuurlijk als je weer van het spelletje en zo wil spelen met de V-Star en zo. Als we dit openen, hebben we natuurlijk weer een hele stapel Pokémon kaarten. Dat is waar we voor zijn. Dat is wat we willen hebben. Hier hebben we natuurlijk weer van die kaartjes en zo ermee. En dan hebben we ook hier nog een hele stapel dingen. Hier hebben we weer zo'n pack natuurlijk met allerlei beschermhoesjes, zeg maar. Weer zo'n kaart, zo'n promokaart. Mocht je dat willen gebruiken, alstublieft. En natuurlijk weer een hele stapel vol met kaarten van Energy en zo. Dus die zijn altijd leuk om te hebben. Laten we dit weer even allemaal terug doen. Want dit gaan we voor de rest niet gebruiken. Deze keer geen kaart van Darkrai of zo. De vorige keer hadden we natuurlijk wel een kaart met Mewtwo en zo erin. Mewtwo V hadden we daar zo in. Maar deze keer hebben we dat niet. Maar oké, ik vind het helemaal goed, joh. Ik vind het helemaal best. Als het maar gewoon een leuke doos is, is het goed. Dan mag het. Dan is het geen probleem. Maar goed, dit zijn alleen maar energy kaarten. Ik ga ze wel voor de rest uit de verpakking halen. Maar als het goed is, zijn dit alleen maar energy kaarten. Ja, kijk, joh. Allemaal energy. Allemaal energy kaarten. Holy moly. Alleen één energy kaart zit hier nooit tussen. Dat is die normale Pokémon energy kaarten. Dus een beetje zeg maar zoals dit, maar dan dat sterretje. Dat vind ik wel raar, waarom die er niet tussen zit. Die zat de vorige keer ook al niet bij. Maar oké. It is what it is. We moeten het er maar mee doen. Goed, we hebben in ieder geval een hele hoop stapel weer. We hebben hier 8 pakjes. Dus die gaan we gewoon weer lekker allemaal openen. En gaan we gewoon lekker zitten. En genieten, zou ik zeggen. We hebben een hele hoop kaarten ook met Dialga erop. Nou, Dialga is mijn all-time favorite Pokémon. Dus die gaan we een beetje apart zetten en zo op het ei. En kijk, dan hebben we zo een beetje alles. Goed, we gaan gewoon beginnen met dit pakje. Want die ziet er wel leuk uit. Goed, hier hebben we weer die code. Alsjeblieft, geniet ervan. Ik weet niet wat dat doet, maar geniet ervan, zou ik zeggen. We gaan weer 4 kaarten naar voren houden. En let's go. Oké, we hebben een energy kaart. We hebben Pillow Swine. We hebben Electrode. We hebben de trainerkaart. Een Quillish. Een Oshawott. Een Hoothoot. Kijk. Een Poniard. Oh. Een Puccina. En Primer. Bal, primer bal, prima bal. Oké. En ik zag hier al een beetje achter een hele gave kaart, dus. Oeh, een Samurott V. Oeh, die is heel mooi. Wauw. Kijk hem dan. Zo, die is mooi. Een hele mooie kaart weer. Hele mooie V-Pokémon. Heel gaaf. Wauw. Kijk. Dat is heel goed. We hebben al 1 mooie V-kaart. Dat is al gelijk een goed begin van deze box, zou ik zeggen. Dus die zetten we aan de kant. En we gaan naar de volgende pack. Een Samurott V. Oké dan, joh. En hier hebben we weer zo'n code. Alsjeblieft. Geniet ervan. En we pakken er weer 4. En die schuiven we naar voren. En daar gaan we weer. Een energy kaart. Quilava. Een Pezobal, een Pokémonbal in ieder geval. Een Hippodon. Een Rufflet. En weer een Quillish. Rowlet. Weer een Quillish. Oshawott. Een Ursaring. Oké. En een Registeel. Oké, dit is een legendarische Pokémon. Dat is heel tof. Oké, een Registeel. Die heb ik nog niet. Heel gaaf. Geen V, maar wel een Registeel. En dat is in ieder geval een hele zeldzame Pokémon.
Goed, we gaan een pakje openen met Palkia erin. Een hele bijzondere vorm van Palkia. Maar dit is ook een speciale editie of zo. Hier weer een kaartje, alstublieft. En we gaan weer beginnen. Let's go. We hebben een energy card. We hebben Bisharp. We hebben Perfectly. We hebben Azelf. En dat is een legendarische Pokémon. Dat is altijd gaaf. We hebben Yanma. We hebben Swinub. We hebben Nickit. Petilly. Bergmite. Een Rufflet. Hele mooie Rufflet. En... oh! We hebben een Palkia V-Star. Oh, oh. Kijk eens dan. Oeh. Dat is nog eens een mooie Palkia. Oh, een Palkia V-Star. Niet alleen een V, maar een V-Star. Oh, oh. Hey, die is heel mooi. Zo, Darkrai die geeft ons wel een goed pakje, zeg maar. Holy moly, we hebben al een V en een V-Star. Man, wauw. Hele mooie kaart, heel mooi. Prachtig, top. Heel nice. Oké, okay, goed, we gaan naar de volgende pack. Hier heb je weer zo'n code, alstublieft. Goed, we gaan naar de volgende. Oh man, die Palkia is echt heel mooi. Energy kaart hebben we weer. We hebben een trainerkaart. Dit is een gym leader, toevallig dat ik weet. Volgens mij de derde in de Diamond and Pearl franchise. Wishcash. Weer een trainerkaart. Oshawott. Skeeter. Standler. Een Yanma. Oh. Een Hoodhoot. Een trainerkaart. En een Mictiana. Oké. Okay. Mooie Pokémon. Een Mictiana. Maar voor de rest, deze pack. Het is een goede pack. Maar we hebben betere. Die vorige was veel beter. Heb je weer zo'n kaart? Alsjeblieft. En we gaan weer van boven naar. Holy fuck! Ik heb hem niet goed gedaan. We hebben een Darkrai V. Holy shit. Oh, we hebben een Darkrai V. Nice, oké. Okay. Ik deed hem verkeerd, man. Ik had de ene kaart niet gepakt, helaas. Zo. Nou, dan hebben we hem al gelijk. Heel gaaf. Toen gaan we door deze pack kijken. Misschien zit er wel wat anders. Maar oh, oh, we hebben een Darkrai V. Dit is mijn eerste Darkrai, volgens mij. Hij is heel gaaf. Hij is heel mooi. Wauw, wauw, wauw. We hebben gewoon twee V's al en een V-Star. Holy moly. Maar hier hebben we nog een Energy Trainer. Een Dartrix, een Petalil, een Steinler, een Bergmite, een Hippopotas, een Cyndaquil en een Lilligant. Oh, die Lilligant is ook wel mooi. Heel gaaf. Oké, maar nice. We gaan echt gewoon lekker met deze pack hoor. Wow, 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 wow. We hebben nog drie packs te gaan. Drie Dialga packs. Dus wie weet zit hier wel een Dialga V in of V-Star. Who knows, who knows. We shall see. Hier hebben we in ieder geval weer die code. Alstu. 2, 3, 4. Deze keer gaan we het wel goed doen. Het zijn er 4. Let's go. Een energy card. Trainerkaart. Een Golduck. Nice. Weer een trainerkaart. Een Skitter. Een Growlite. Een Bronzor. Een Rufflet. Een Quillish. Een Misdreavus. Nice. En... oh! Oeh, we gaan goed. De Samurott V-Star. Dus we hebben nu een Samurott V en een V-Star. Holy shit, hey. Zo nice hoor. Deze is gaaf. Dit is heel gaaf. Wauw. We hebben gewoon twee V's al en twee V-Star. Wauw. Wat een goede pack opening is dit zeg. Man. We hebben al gewoon... 4 hele goede kaarten. 2 echt extreem goede. En 2 hele goede. Echt heel goed. Wauw. Hier is in ieder geval die kaart weer. Man. Ik ben een beetje ondersteboven van. Nice. Heel nice. Oké, daar gaan we weer. We hebben een energy kaart. We hebben een Dartrix. We hebben een Drifblim. We hebben een trainerkaart. Een Swinub. Een Nickit. Een Petalil.
En Bergmite. En Hippopotas. En Shaymin, dat is een zeldzame Pokémon. En een Teevil. Bijzondere Pokémon. Maar de Shaymin, dat is een zeldzame Pokémon ook. Dat is een legendarische Pokémon. Dat is top. Oké, helemaal tof. Nice. Goed, en dan de laatste pack die we hebben. Kijken of we hier nog een Dialga misschien uit kunnen krijgen. Misschien wel. I never know. En anders hopelijk misschien in de volgende box. Maar hier hebben we weer in ieder geval deze. Alsjeblieft de code. Als je dat wil hebben. En dan gaan we weer 4 naar voren duwen. En let's go. We hebben een energy kaart. Trainerkaart met soep. Oké. We hebben Bisharp. We hebben een trainerkaart. Een Heracross. Een Mantine. Nice. Een Quillish. Een Basculin. Een Puccina. Een Dartrix. En dan de laatste. Oh, nice! Een Desidue? Desidue? V. Desidue 4. Oké. Heel nice. Wauw. Wat een goede kaarten, man. Oh, hij is echt heel mooi, deze ook weer. Damn, we hebben gewoon 3 V's. En gewoon 2 V-star. Holy moly. We hebben dan een Desidue V. We hebben Darkrai V. We hebben Samurott V. We hebben Samurott V-star. En Palkia V-star. Holy shit. Wat een goede pack opening is dit, jongens. Wauw. Heel gaaf. Ik ben heel blij met deze kaarten. En super blij om ze aan mijn collectie toe te voegen. Wauw. Dit kan nog niet beter gewoon, jongens. Dit is echt helemaal top. Dit is echt helemaal top. Maar goed, jongens. Dit was in ieder geval deze pack opening van de Darkrai box. En ja, je ziet het. We hebben geweldige kaarten. En we hebben zelfs Darkrai zelf eruit. Dus dat is echt helemaal top. Ja, jongens. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker even niet een like achter te laten. En vergeet ook zeker niet te abonneren voor meer Pokémon. En laat me ook zeker weten als jullie meer Pokémon willen zien. Of als jullie misschien een suggestie aan Pokémon dingen hebben. Dat ik meer met Pokémon doe dan alleen de pack opening van ja, dit soort packs en zo. Of jullie misschien nog aanraders hebben qua bepaalde packs. Of misschien dat jullie een game willen zien van Pokémon of zo. Ik weet het niet. You never know. Maar goed, jongens. Super bedankt voor het kijken. Love you guys, and I'll see you later.